Welkom bij Dwelpauze. Oh, het allerlaatste niveau, ja. Vandaag kijken we af bij de profs. Ja, nu ga ik het geheim verklappen. We vragen aan wereld- en olympisch kampioenen hoe wij die schaatsmarathon moeten winnen. Ja, als je goed schaats, word je niet moe. Ja. Dus dan heb je ook al die training niet nodig. Nou, we zijn in Amsterdam. De Jaap Edebaan zijn we wel vaker. Maar dit keer mogen we zelf niet op het ijs. Dit keer is er de eerste schaatsmarathon van het jaar voor de profs. En ja, Frank en ik gaan natuurlijk de kunst afkijken. Wij gaan kijken hoe het moet, hoe je een schaatsmarathon moet winnen. Leerzaam. Voor ons opkomende sterren is het heel leerzaam om hier in ieder geval ook eens die topsport cultuur op te snuiven. Ik ben benieuwd onder andere of je nou vooral aan het duurvermogen moet werken of dat het toch vooral een techniekding is. Ik ben wel benieuwd of ze een beetje plezier in hebben. Of ze dat lukt, want dit is toch waar ze al die uren voor op de fiets hebben gezeten. Ik ben benieuwd of ik een lach zie. Of het alleen maar pijnlijke grimassen zijn van het diepe zitten. Hoe moeten we winnen? Hoe gaan we dat doen? Geen idee. Dus zij weten hoe het moet, dus we gaan het hun vragen. Wat heel erg leuk is bij de marathonprofs is dat ze heel erg aanspreekbaar zijn. Dus terwijl het damespeloton rondrijdt, kunnen wij mooi Jorrit Bergsma een paar vragen stellen. Wat moeten we volgens hem doen om te winnen? Oh, het allerlaatste niveau. Spring slim met je energie om eigenlijk. Ook in de marathon is het natuurlijk ook veel meters maken. Ik zelf ben ook op het laagste niveau begonnen. En door veel marathons te rijden en ook veel marathons te zien, leer je het spelletje ook een beetje. En een beetje zuinig in de peloton rijden. Als je je goed voelt en je denkt van ik ga het proberen, waag die kans. En je kan het beter proberen dan blijven zitten nooit geprobeerd te hebben. Nadat het damespeloton gefinished was, vroegen we een van de talenten om tips. Ik denk altijd doorgaan, nooit stoppen. Want je weet nooit wat er gebeurt natuurlijk. Ja. Het kan altijd weer stilvallen en als je dan bent gestopt, dan is het een beetje zonde. Het is 80 rondjes, dus je moet het natuurlijk wel tot het einde volhouden, anders dan schiet het niet op. En hoe brachten de andere dames het ervan af? De kopgroep bestond uit 4 vrouwen met ruime ronde voorsprong. 3 keer raden wie heeft gewonnen en ook wie tweede is en wie derde waren. Het was niet zo spannend, maar desalniettemin leerzaam. Zeker leerzaam hoe die Zaanlanders op plek 1, 2 en 3 komen. We vragen hun coach hoe wij dat ook kunnen doen. De belangrijkste tip is gewoon na je werk fietsen of nog beter skileren. Tussen de middag even hardlopen en dan weer terug, 's avonds eten. En dan s'avonds nog even een uurtje trainen. Hetzelfde wat ik deed. In principe daar kun je alles in kwijt natuurlijk. Hè. Daar zitten ook sprinttrainingen bij. En dan kijken hoeveel uren dat je training kan hebben dat je nog goed voelt. Hè, maar als je een dag rust nodig hebt, dan neem je een dag rust. Ja, en dat ga je dan draaien en dan vul je het in. En gegarandeerd, dan ga je gewoon enorm verbeteren. Heel veel uren maken volgens de trainer. We vragen wat de rijders van Zaanlander het belangrijkst vinden. Vooral heel veel plezier hebben, dat is denk ik het belangrijkste. Okay. En hoe doe jij dat, om plezier maken? Nou, ik vind schaatsen gewoon heel leuk om te doen, dus dat zoveel mogelijk doen. Nou, dat is wel een heel ander antwoord dan veel uren op de fiets. Dan zijn we wel benieuwd wat de nummer 1 van vanavond, Irene Schouten, als belangrijkste tip heeft om te winnen. Heel veel mensen denken eigenlijk dat je met de marathon, ja nu ga ik het geheim verklappen, dat je heel veel duur moet doen, heel veel uren moet maken op de fiets, maar eigenlijk moet je gewoon snel zijn. Van heel veel uren word je traag. Dus de Zaanlanders zijn zeer verdeeld, van duurtraining, wat Adema zegt, van gewoon hard rijden, wat Schouten zegt, en Marijke Groenewoud zegt vooral gewoon lachen, plezier maken. Ja, nou ja, het is... De crux zit natuurlijk in die combinatie. Want als je geen plezier maakt, hou je het niet vol om heel veel uren te maken. En als je niet heel veel duurvermogen hebt, dan kan je niet op het moment dat het moet die snelheid genereren. Dus ze hebben allemaal gelijk. Ja, en dan zit de avond erop. Maar we gaan natuurlijk niet naar huis voordat we een overwinningsdrankje gedronken hebben. Hij mag eindelijk weer. Ja. Waren dit de prijzen van vandaag? Als je wint, dan krijgen we dit. En, jawel. Eentje. Kom maar.
Nooit gek. Alvast, we hebben nog niks gewonnen, Frank. We hebben nog niet gewonnen, ja. Irene? Oh, joh, je hebt een checkje op. Staat er nog één? Nee, ik doe het toch niet. Even voor de foto. Even voor de foto. Even voor de foto. Ik moet nog rijden, is mijn excuus. Heel lekker, hè? Smaakt goed. Lekker. 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 Ja. Op de overwinning, Frank. Yes. Dankjewel, heel leuk. Ja. En hoe hou jij er plezier in dan? Nou ja, dingen als dit, hè. Met mijn neef hier in Amsterdam lekker langs de schaatsbaan een beetje gekke vragen stellen aan mensen. Dank voor het kijken en tot de volgende dwelpauze. Ja, techniek, dat wordt onderschat. De meeste marathoneurs rijden op hun motor. En vaak op goed ijs rijden. En je techniek, allemaal techniek oefeningen en eventueel een goede techniek trainer. Toch wel, want het eerste antwoord lijkt het vooral heel erg duur, dat die we niet basis hebben. Nee, op de ijs is alleen maar techniek. Ja, als je goed schaats, word je niet moe. Dus dan heb je ook al die training niet nodig.